is een beetje improviseren, maar met deze bomen kun je meer dan je denkt. Het coronavirus heeft de wereld behoorlijk in zijn greep. En ja, het lijkt op dat het nog heftiger gaat worden. En zo heeft het virus uiteindelijk op iedereen wel invloed op zijn leven. En loopt het leven even anders dan we hadden gepland. Zo zou ik bijvoorbeeld in het buitenland zitten om te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar nou ja, zoals je kunt zien ben ik op dit moment thuis. Natuurlijk heeft sport op dit moment helemaal geen prioriteit. Maar voor mij als topsporter blijft het natuurlijk wel een focus. En ik probeer deze situatie zo goed mogelijk invulling aan te geven. Zo ben ik onder andere op zoek naar een plek waar ik mijn rechten kan opbouwen. Zodat ik mijn training kan voortzetten. Je kan je natuurlijk wel gaan irriteren aan allerlei dingen waar je geen invloed op hebt. Maar heb je uiteindelijk alleen jezelf mee. Dus ik probeer te kijken naar de dingen die ik nog wel kan. In plaats van naar de dingen die ik niet meer kan. Dus ik ga even naar mijn tuin. Zal ik je even laten zien waar ik de laatste tijd zo mee bezig ben. Ik ben heel benieuwd wat je van mij wil weten. Wil je bijvoorbeeld weten hoe ik nu train, mentaal fit blijf, of hoe ik bijvoorbeeld muziek gebruik om het te ontspannen of een beetje op te peppen? Laat het me weten in je comments. Doe je mee?